De SEDA heeft dus in februari van dit jaar hebben ze zich reeds hier georiënteerd om te kijken hoe ze zeg maar bedrijven kunnen identificeren om met name die export naar de regio te vergroten. De focus was tijdens dat bezoek neergelegd op activiteiten welke de SEDA kan implementeren voor de CARICOM-bedrijven. Ze zijn inmiddels hier geweest afgelopen week en zijn inmiddels weer vertrokken. En dat was allemaal naar aanleiding van ons bezoek van 5 tot 11 april. De SEDA heeft zeg maar specifiek de taak om te ondersteunen in de export naar de regionale markt, maar ook bijvoorbeeld naar de markten van Europa en de VS. Zijn er concrete afspraken gemaakt met het bedrijfsleven? Dus het hoofddoel van het bezoek was om met het bedrijfsleven na te gaan welke bedrijven eigenlijk geïdentificeerd kunnen gaan worden om deel te nemen aan zeg maar het project van de SEDA. Waar u net over sprak. Je moet eerst die bedrijven kunnen identificeren om te kijken welke bedrijven eigenlijk capabel zijn om deel te nemen. En daarin hebben wij als VSB dus afspraken gemaakt om te kijken hoe wij verder kunnen samenwerken. Bij het aanstaande bezoek van Prime Minister Motley aan Suriname, want u weet, er zal in juni een Head of States CARICOM conferentie worden gehouden, is het de bedoeling dat Prime Minister Motley een samenwerkingsovereenkomst met de president Santokki zal ondertekenen om verder die samenwerking gesteld te geven. Ze was al hier, dus Prime Minister Motley was reeds hier in Suriname in 2018. En daar is er dus een Brokopondo-programma ondertekend, waarbij dus met name zou worden gewerkt op het gebied van agro en toerisme. Maar vanwege die COVID-pandemie is dat allemaal eigenlijk uitgesteld. Dus de bedoeling is dat wij bij het aanstaande bezoek tijdens de Head of States CARICOM-conferentie deze overeenkomst wederom zullen activeren.